allemaal en welkom bij weer een nieuwe uitzending van Kinderkerkplein. Een hele gezellige dit keer, want je hoort het, hè? Oh, gezellig hier. Lekker warm, kacheltje erbij, sfeerverlichting aan en een bak vol pepernoten. Ja, en dan heb ik weer een verhaal. Oh, wacht even, nou. Siska. Ik ga er even lekker voor zitten. Zo. Een grote bak pepernoten op schoot. En dan ga jij zitten kraken als ik moet voorlezen. Ja, maar ik zal heel zachtjes eten met mijn lippen op elkaar. Dan moet je niet kraken. Nou, vertel Siska, waar gaat het verhaal over? Het verhaal gaat over Kees vandaag. Over jouw man? Nee, niet mijn man. Deze Kees is wat kleiner en die zit nog op school. En die wordt wel eens gepest. Maar hij wordt er zo bang van dat hij bijna niet meer naar school durft. Elke avond als Kees gaat slapen, bidt hij. Papa en mama hebben gezegd dat je alles tegen de Heere Jezus mag vertellen. Alles? Heere God, wilt u mij helpen? De volgende ochtend staan de jongens er weer. Zou de Heere God mij helpen? Hij ziet de jongens naar hem kijken, maar ze kijken ook ergens anders naar. En Kees denkt, wat is dat nou? Zou de Heere God wonder doen? De jongens stappen opzij. In plaats dat ze hem vastpakken. En Kees kijkt om zich heen. En in een flits ziet hij papa. Hij komt aangelopen en stapt op de jongens af. Hij pakt hen allebei in de kraag en duwt hun hoofden bij elkaar. En hij laat de jongens weer los. Papa's stem is rustig, maar zijn ogen spuwen vuur. Kees ziet heel goed hoe boos papa is. Kees, fijne dag verder, zegt papa. En hij draait zich om en loopt naar de auto. Kees zwaait nog als papa wegrijdt naar zijn werk. Als hij zich omdraait, zijn de jongens in geen velden of wegen meer te bekennen. En in de pauze durven ze niet eens meer naar Kees te kijken. Zo bang zijn ze. Kees is trots op papa. Wat lief van papa. Wat goed van papa dat hij dat heeft gedaan, denkt hij. Wanneer Kees 's avonds thuis komt, vraagt papa aan hem, en Kees, hoe is het vandaag gegaan op school? Goed pap, maar hoe wist u? Vraagt Kees. Dat doet er niet toe, Kees. Wij waren erachter gekomen dat dit gebeurde. En ik vond dat ik even voor jou moest opkomen, zegt papa. Vind jij het goed zo? Ja, dankjewel pap. En 's avonds, wanneer Kees in bed ligt, denkt hij, nou hoef ik niet meer te bidden. Maar dat doet hij wel, weer zijn handen samen en zijn ogen dicht en bidt. Dank u wel, Heere God. Dank u wel dat u mij heeft geholpen. Dank u wel voor papa. De Heere God heeft Kees geholpen via zijn papa. De Heere God zorgt voor ons, maar hij heeft ook regels gegeven om elkaar te helpen. Je kent de 10 geboden vast wel. En daarin staat dat we onze ouders moeten eren. Maar in de Bijbel staan ook tips voor ouders. Ze zijn er ook om voor jou te zorgen. En dan gaan we luisteren naar het volgende liedje. Wat eigenlijk wel een beetje is, want ja, dat gebeurde bij Kees eigenlijk ook wel. Dat liedje gaat over daar waar de zon op komt. En ik denk dat het bij Kees ook wel de zon op is gekomen. Denken jullie ook niet? Luister maar. Meisje bij me en die zei, juf,
Ja. Maar ik heb eigenlijk helemaal geen vader. Ja, dat wist ik natuurlijk al. Dat had ik wel gelezen van een papiertje. Ik zei, goh, vertel eens, waar is jouw vader dan? En hoe zit dat dan precies? Nou, zei ze, ja, mijn vader en mijn moeder die vonden elkaar niet meer zo leuk. En ja, ook niet meer zo lief. En het werd steeds ruzie. Ja, en toen is papa weggegaan. En ja, ze wist ook eigenlijk niet waar papa was. En ik dacht, ja, dan zit je met je mond vol tanden zonder pepernoot. Wat moet ik nou zeggen? Weet je wat ik gezegd heb? Ik zei, je hebt wel een vader. Hé, kind helemaal verbaasd. Ik zeg, ja, die vader van jou, die woont in de hemel. Hé, en toen viel het kwartje. Je bedoelt de Heere God, zei ze. Juist, jongens en meisjes, want de Heere God is niet alleen de Heere God, maar jij bent zijn kind. Dus hij is jouw vader, een vader in de hemel. Ja, jongens en meisjes, en hij wil ook een vader voor jou zijn, voor groot en voor klein. Want wie zoekt, die vindt. Eigenlijk is het wel een kerstlied. Maar ik hoor nu dat het ook wel een beetje past bij het verhaal van Jozef. Want die zilveren beker, wie zoekt, die zal vinden. Alleen dan niet die koning, maar die beker natuurlijk. Goed, terug naar vorige week. Ik weet nog dat ik als laatste verteld heb dat onder koning Jozef, die een beetje chagrijnig en statig deed, zijn mooie, prachtige zilveren beker heeft laten verstoppen. In een van de graanzakken van de broers. En niet zomaar in de eerste de beste graanzak, nee, in de graanzak van het jongste broertje Benjamin. Want weet je nog dat al die broers samen met Benjamin terug moesten gaan naar de onderkoning? En dat vader Jacob eigenlijk had gezegd dat Benjamin nergens meer heen mocht. Nee, veel te bang dat het fout zou gaan. Maar de broers kregen geen koren als Benjamin niet mee zou komen. Dus uiteindelijk mocht hij van vader Jacob toch mee. Alleen moest één broer extra goed op hem letten. Ja, Juda. Juda moest heel goed op Benjamin passen. Zo. He, zegt Juda. Ik heb mijn buik wel vol, zeg. Wow, wat kan je hier lekker eten? Ik wil elke dag wel bij die onderkoning eten. 3-gangen menu, soep, broodjes, lekkere wijn, vlees, groenten, aardappels en een toetje. Heerlijk zeg. En Juda die wrijft over zijn buik, zo vol dat hij zit. Ook de andere broers hebben lekker gegeten. Ze zijn met best veel, maar toch mogen ze elke avond bij de onderkoning aanschuiven. En dat vinden ze nog steeds wel een beetje vreemd hoor. Want die onderkoning, die kennen ze eigenlijk helemaal niet zo goed. Wat denken ze? En toch mogen ze altijd in zijn huis en bij hem eten. En ze krijgen ook nog 7 zakken vol met graan. En hij raakt zijn broers allemaal 1 voor 1 aan. En hij zegt, zien jullie het niet? Zien jullie niet wie ik ben? Ik ben het! Ik ben Jozef, je weet wel, die broer. Ja, die broer, dat weten ze allemaal nog maar heel erg goed. Die broer die ze in de put gegooid hadden. Die broer die ze verkocht hadden als slaaf. Is nu gewoon een onderkoning. En Jozef ziet wel dat ze bang zijn hoor. Ja, hij ziet het echt. En Jozef zegt, maak je maar geen zorgen jullie.
Ik heb het jullie vergeven. Jullie hebben mij in een put gegooid, maar dat weet ik al niet meer. Jullie hebben mij verkocht als slaaf, maar daardoor ben ik onderkoning geworden. Jullie hebben niet goed voor mij gezorgd. Maakt mij niet uit. Want de Heere God heeft elke dag, elk uur en elke minuut voor mij gezorgd. En daar zijn de broers wel even stil van. En zeker van het volgende en laatste stukje. Namelijk dat Jozef al zijn broers en de vader uitnodigt om bij hem in het paleis te komen wonen. Want ja, jullie weten wat de koning gedroomd heeft. De komende 5 jaren blijft het nog bar en bar slecht met het eten. En daarom nodigt Jozef al zijn broers uit. Eindgoed, al goed kan je zeggen, hè? Ja, en zo is het natuurlijk ook wel een beetje. En als je dan terugdenkt aan verbazen en verwachten, dan had Juda misschien wel iets heel anders verwacht. En het verbaasde de broers dat Jozef die onderkoning was. Maar je kan het ook andersom zien. Jozef had verwacht dat ze Benjamin zouden dumpen in die gevangenis, net zoals ze toen met Jozef gedaan hadden. Maar nee, het heeft Jozef verbaasd dat die broers ook geleerd hebben en dat ze dus toch voor Benjamin door het vuur zouden gaan. Ja, en zo zijn ze weer bij elkaar. Het volgende liedje, wat daar eigenlijk heel mooi bij past, want ik sloot er net mee af, dat heet ook Wij zijn hier bij elkaar om te geloven, te vertellen en te zingen over de Heere God. Ja, en het volgende liedje vind ik zelf zo leuk, want als we dat hier draaien, dan zingen Marlies en ik dat altijd mee. En dat is altijd heel gezellig. Ja, dat kennen jullie daar nog niet, maar... En dat zie je jammer genoeg niet, maar Marlies is dan altijd heel enthousiast mee aan het zingen, dus... Ik ben benieuwd of ze dat nu ook doet. Maar het liedje is ook wel heel belangrijk, hè, want het gaat erover of je open staat voor God. En dat noemen ze dan hier... Is je deur nog op slot? En je deur op slot, dan moet je hem open doen voor God. En dan zingen ze ook van, doe hem open voor God. En dat is juist zo mooi, dat we dat allemaal mogen doen. Luister maar. Van deze gezellige uitzending van Kinderkerkplein. Mede dankzij Siska en Rijnt en mezelf natuurlijk, Marlies, is het weer een hele gezellige en leuke uitzending geworden. Tot volgende week allemaal! Doei! Gaat deze het helemaal uitlopen? Goedenavond dames, ik ben de gast bij Kinderkerkplein. Ik moet jullie feliciteren met de 100ste uitzending. Die achter de rug is. Stel je even voor de Harderwijkers, zeg ik altijd. Nou, dat zullen we even doen. Ik ben Marlies Vos. Ik presenteer Kinderkerkplein nu ongeveer 2,5 jaar. Met heel veel plezier. En zoals jullie hoorden, hebben we de 100ste uitzending gehad. En ik ben Siska Foppel. Ik presenteer samen met Marlies Kinderkerkplein. Gaaf. Wanneer zijn jullie begonnen? Waarom zijn jullie Kinderkerkplein begonnen? Nou, we zijn begonnen met Kerkplein. Dat is ook algemeen bekend, denk ik. En daaruit kwam dus eigenlijk het punt van...
we willen ook wat voor kinderen gaan doen. Nou, toen is Marlies begonnen met 10 minuten in Kerkplein. Dat was niks. Dat was te weinig en het sloot niet mooi aan, vonden wij zelf. En toen zijn we dus in januari, geloof ik. Ja, begin van de week. Zijn we dus begonnen met Kinderkerkplein, ook een heel uur. Omdat we het eigenlijk voor de jeugd ook net zo belangrijk vinden dat zij een stukje geloof meekrijgen. Ja. Of dat dan op zondag is of niet. Maar een vol uur voor de jeugd zelf. Dat is heel mooi. En jullie doelgroep, je vertelt het al, is de jeugd, de jongeren van de basisscholen? Ja, je kan het eigenlijk heel breed trekken. Als jij 16 bent en nog graag op deze manier naar Bijbelverhalen luistert, mag dat natuurlijk. Maar onze doelgroep is wel meer van 4 tot 12 inderdaad, om die kinderen te bereiken. Dat is een goede zaak. En jij als lerares, doe je daar met scholen nog wat mee? Ja, eigenlijk wel, want de verhalen die ik op school vertel in de klas, die vertel ik dus hier ook op de avond, zodat het parallel loopt. Dat is natuurlijk ook praktisch, maar ook voor het stukje aansluiting wat er dan is. Want wat ze op school gehoord hebben, en kinderen die dan zondags weer luisteren, die herkennen dat. En die denken, oh ja, dat heb ik eerder gehoord. En als ze 2 keer meekrijgen, blijft het vaak ook beter hangen. En natuurlijk de liedjes die ik hier hoor, neem ik mee naar school en andersom. Dus zo heb je een heel breed repertoire. Ja. Ik hoorde je net in het voorgesprek zeggen, we hebben mensen ook nodig. Ja, ja, ja. Ja, want het was dus de bedoeling om dus gewoon, mijn bedoeling tenminste, om jongere mensen bij Kerkplein te hebben. Maar die zijn er niet, denk ik. Er zijn een heleboel mensen die thuis zitten te luisteren en misschien nu wel kijken. Dus eigenlijk wil ik dan toch een oproep doen van, kom eens gezellig kijken bij ons. We zitten elke dinsdagavond zitten we hier. We nemen dan op voor de zondag daarna. En als je het leuk vindt, kan je meedoen. Je hoeft heus niet elke week. Als er nou een stuk of 5 mensen zich opgeven, kunnen we dat om de beurt gaan doen. En vaak krijgen wij te horen, ja, maar dat is best veel werk. Maar dat valt wel mee, want ja, wij werken ook gewoon de hele week. En het is op dinsdagavond 1 uurtje in de week. En de voorbereiding, ja, het is het inlezen van je verhaal. Dus dat kwartiertje, 20 minuten werk. We willen gewoon de kinderen een boodschap meegeven. Het verhaal over God, over de Heer Jezus. Je krijgt straks het kerstverhaal weer, dat gaat Marlies vertellen. En dat soort dingen gewoon. En ook in de liedjes proberen we dat te vertellen. Dat God en altijd bij is. En dat je ook kan bidden. Je handen vouwen. En vragen. En ook laten zien welke aspecten er allemaal bij het geloof horen. Ja. Je hebt natuurlijk trouw en liefde. Maar wat hoort er dan nog meer allemaal bij? En hoe wordt dat in de Bijbel dan duidelijk aan ons verteld? Gaaf. Ik vind het heel mooi dat jongeren bij betrokken worden bij de radio. En ik hoop dat we als lokale televisie aan de wijk ook een bijdrage kunnen leveren. Zeker. Dat jongeren zich opgeven voor lokale radio. Ja. Ze kunnen altijd mailen naar Kerkplein, Aapstaart, Harderwijk FM. Mooi, dan ga ik dat melden. Dan gaan we er een punt achter zetten. En dan bedank ik jullie weer dat ik aanwezig mocht zijn in de uitzending. Jullie ook bedankt. Nou, graag gedaan. Daar zijn we collega's voor. Ja, daarom. We kunnen elkaar helpen zo. Daarom. Samen sterk. Dat bedoel ik. Oké, dankjewel. Oké.